dag van Vloknober. We lopen een paar dagen achter, dat klopt. Ik ben pas op 5 oktober begonnen in plaats van op 1 oktober. Maar goed, het zal allemaal. In ieder geval, welkom bij een nieuwe dag voor Vloknober. Het is vandaag dinsdag en ik heb avonddienst de hele week. Dus dat betekent dat elke ochtend er ongeveer zo uitziet. Gewoon relaxed, chill, alles op het gemakje. Maar ik dacht, ik ga jullie toch een beetje laten zien hoe of wat ik eigenlijk doe elke ochtend vandaag. Nou ja, ik heb al een aantal dingen gedaan. En dus ik ben wakker geworden. Ik ben gaan plassen. Ik heb mijn skincare gedaan. Ik ben mijn bed op gaan maken. En daar lig ik nu lekker bovenop te chillen. Ik heb de vlog geëdit voor vandaag. Of voor gisteren voor jullie eigenlijk. Voor mij vandaag. En ik heb koffie gezet. Die ben ik nu lekker aan het opdrinken. En meer heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Oh ja, en ik heb een boterham gegeten. Meer, nog eigenlijk niet. Deze koffie zit al vanaf vanmorgen 7:45 in de mok. En het is nu 10:55. En het is nog steeds warm. Dus dat is wel lekker. Ik heb trouwens duct tape hierop zitten. Omdat hier een hele plakrand zit. Het is echt super vies en super irritant. Dus vandaar. Maar goed, ik heb dus net lekker gegeten. En ben lekker mijn koffie aan het drinken. Ik ben lekker oude vlogmas video's van Alicia Marie aan het kijken. Vanaf dag 1 tot en met dag 24 ga ik lekker op mijn gemak kijken elke dag. Maar dat is dus het leuke van als mijn avonddienst. Ik kan dus echt de hele ochtend en middag gewoon helemaal chill doen. Alhoewel ik zo meteen een paar dingen moet gaan doen. Maar voor de rest is alles relaxed. Ik heb gisteravond mijn kleding... Ik heb te snel koffie gedronken. Mijn kleding en alles klaargelegd. Dus dat is top. Jeetje, minder ben ik moe. Ja, wat ik zeg, dat is dus gewoon helemaal prima en top dat het allemaal klaar ligt. Ik merk dat ik te lang heb geslapen vannacht. Ik ben namelijk om 11:30, 12 uur gaan slapen. Dat is voor mijn doen. Al heel laat. En ik ben om 7:45 of zo wakker geworden. En dat is voor mij echt heel erg lang slapen. Want dan slaap ik maar 7 uurtjes max. En ik heb nu echt meer dan 8 uur geslapen. Dus dat is wel echt heel, heel vervelend. Maar goed, ik merk dus dat ik dan gewoon de hele dag echt moe ga zijn. Maar dat is niet anders. Oh jongens, sorry dat ik zo aan het grappen ben. Maar echt, oh. Ik merk echt als ik te veel of te lang slaap, dan ben ik de hele dag dood en doodmoe. En zeker nu ik op mijn bed lig te chillen. Dat is helemaal een dingetje dat ik denk van, dat is niet zo heel slim. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga mijn koffie opdrinken en dan ga ik zo even onder de douche. Ja, want dat moet gewoon gebeuren. Dus dat gaan we doen. En mijn make-up doe ik zo meteen, alles op het gemakje. Maar ik ga eerst even mijn koffie opdrinken, even een vlogmas video kijken, misschien 2. En dan ga ik even douchen en mijn kleding aantrekken. Dan is dat in ieder geval wel gebeurd. Goed, ik heb inmiddels lekker gedoucht. Mijn haar is lekker gewassen. Ik ben lekker aangekleed. Ik heb gewoon het witte even shirtje aan. Zwarte broek en mijn zwarte high fans. Die lopen gewoon echt het lekkerste. Buiten BBK's en mijn villa's. Maar, ik ga mijn haar even feunen. Ik heb mijn haar in mijn haar gespoten. Ik ga nu even feunen. Mijn haar is te hard nu. Ik ben klaar met douchen. Ik heb net mijn haar gefeund. Ziet er helemaal hoe het moet zitten. Ik heb net een hele bus haarlak erin gespoten. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar het zit wel weer hoe het moet zitten. Dat is helemaal top. Goed, de radio staat aan voor de cavia's. Ik ben helemaal klaar. Ik ben inmiddels helemaal opgetut, gedoucht, ingesmeerd met bodylotion. Ik heb heerlijke handcreme opgedaan, luchtje op. Ik ben helemaal ready. Ik ben trouwens vandaag gegaan
voor een oranje ooglook. Want het is herfst, het mag weer, het kan weer. En aangezien ik best wel blauw-wit gekleed ben vandaag, dacht ik, een beetje kleur mag wel. Ik heb natuurlijk Maybelline lipstift erop. Ik zal trouwens voor jullie even kijken welke dit is, voor het geval ik vragen dat ik krijg. Het is deze. Sorry jongens, ik heb mijn tas gegooid. Nou, dat is nog best zoeken. Er zit hier wel in, want ik had hem net in mijn handen. Even spieken hoor. Oh hier. Dit is echt een hoekje. Het is kleur nummer 65. Ik heb trouwens de stickertjes eraf gehaald, maar dit is hem. De matte lipstick. Ik vind hem heel chill. Maar goed, alles zit in mijn tas. Ik ga mijn jasje meenemen naar beneden. Ik ga hem niet aandoen. Maar ik ga hem wel meenemen naar beneden toe. Om zo meteen natuurlijk wel aan te doen. Ik ga mijn broodtrommel in mijn tas doen. Ik heb namelijk gewoon kip vanavond met aardappelpuree en boontjes. Die ik lekker op kan warmen daar. En ik neem een paar broodjes mee. En voor de rest ben ik klaar. Dan ga ik nu naar mijn werk. Goed, en toen zag ik dus helemaal niks meer. Het is en hartstikke donker hier. En ik zie gewoon helemaal niks meer. Maar goed. Waar is het stoepje? Oh, ik heb. Het is echt hartstikke donker, maar goed. Ik ben klaar met werken. En kijk jongens, daar is de kerk. Hoe mooi, en dan kijk je hier dus gewoon op. Vanaf het plein. Oeh, ik ga bijna op mijn bed. Maar goed, op naar de bus. We gaan vandaag met de bus. Ik ben nog niet eerder... Ik zie helemaal niks met die bril. Ik doe mijn lucht eraf. Ik ben nog niet eerder met de bus geweest. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk. Kijk, daar is de kerk, jongens. Nee, ik ben benieuwd hoe ik met de bus nu terug ga, s'avonds. Wat ik zeg, ik ben nog geen één keer met de bus geweest, s'avonds laat. Dus ik ben benieuwd. Even goed mijn oren en ogen open houden. Tja, je weet het natuurlijk maar nooit tegenwoordig, s'avonds laat op straat. Ik ben ook niet echt zo'n fan. Ik vind het ook niet echt leuk. Oh, wacht even. Ik ben mijn drinkfles aan het leeg klopsen volgens mij. Oh. Oh. Zo, dat is beter. Maar goed, op naar huis. Hopelijk overleef ik het. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. Oh, even iets heel anders. Geen paniek. Maar er is een uitzendkracht bij ons waar ik ook mee heb gewerkt. Vrijdag, zaterdag. Is positief getest op corona. Ik ben daarmee in aanraking geweest. Dus dat is echt heel rot nu. Uiteraard heb ik vandaag gelijk extra afstand gehouden van personeel. En zoveel mogelijk van bewoners. Maar dat is wel even dat je denkt van, oh shit. En nu? Ik heb iedereen met wie ik in aanraking ben geweest, heb ik ingelicht. Mijn opa en oma, Ashley. Natuska, maar daar werkte ik vandaag ook mee samen. Mijn eigen ouders natuurlijk. En mijn vader heeft ook gelijk zijn collega ingelicht. Van, hè, nog geen paniek. Kim, we heeft het nog niks positief getest, maar je weet het niet. Morgen ga ik eerst kantoor bellen om te vragen wat ze willen. Want officieel, want we hebben de corona informatielijn gebeld vandaag. Officieel moet ik nu 10 dagen in quarantaine en een coronatest laten doen. Ik ga morgen dus allereerst kantoor bellen om te vragen van, joh, wat willen jullie dat ik doe? En ik hoop dat hun ook zeggen van, joh, blijf nu thuis. Want weet je, ik wil daar geen mensen besmetten. Ik wil ook niet nog meer... Weet je, misschien heb ik het niet, hè. Dat kan ook. Maar dat weten we pas na een coronatest. Voor die tijd is er niks duidelijk en wil ik ook geen risico lopen. Dus ik weet niet hoe het morgen gaat lopen. Wil je nou weten hoe het morgen loopt? Kijk dan de vlog van morgen. Ik ga nu slapen. Ik ben inmiddels thuis aangekomen. Het is... Het ging echt knetterhard regenen toen ik naar huis liep. Het is 30:30. Ik kan niets meer nadenken. Het is 10:30 alweer. Is het 10:30? Het is 10:30. Wie mag? Maar goed, ik ga slapen. Ik ga mijn make-up even afhalen. Omkleden.
En lekker mijn bed in. Ze zijn daar allemaal druk aan het doen, de cavia's. Milo en Caro zitten op het balkon. Milo wil naar beneden en Caro wil naar boven. In plaats van ze nou lekker gaan slapen. Milo. Oh, nou is het goed. Maar goed, in ieder geval, ik ga slapen. En ja, kijken wat er morgen de dag gaat brengen. Misschien dat ik morgen ga werken. Misschien niet. Ik weet het niet. Maar goed, we gaan het morgen allemaal zien. In ieder geval zou ik zeggen, slaap lekker. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogtober. Doeg!